Mijn naam is Mirjam Corret. Ik heb de afgelopen jaren bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam het veranderingsproces begeleid. Dit videocollege gaat over de vragen: waarom is Jeugdbescherming Regio Amsterdam als dienstverlenende organisatie niet gebaat bij procedures, protocollen, controles? En wat is het alternatief voor controles en hoe organiseer je dat? Hallo, ik ben Barbara Regeer. Ik werk bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De afgelopen jaren heb ik mee mogen kijken bij Jeugdbescherming Amsterdam en dat was enorm interessant. En ik wil jullie graag wat vertellen over wat daar zo interessant aan was. Bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit zijn we geïnteresseerd in een meer duurzame, meer inclusieve meer gelijkwaardige samenleving. En met veel organisatievormen die de afgelopen eeuw zijn ontwikkeld, bereiken we dat niet. En wij zijn dus op zoek gegaan naar, naar manieren en organisatievormen waarmee je dat wel kunt bereiken. En die vonden we bij Jeugdbescherming Amsterdam. Organisaties in de 20e eeuw hebben hun, de kwaliteit van hun werk verbeterd door zoveel mogelijk van best practices en, en uh, vast te leggen in Protocollen, richtlijnen, procedures, zodat alle medewerkers op dezelfde uh, manier een kwaliteit, uh, kwaliteitswerk konden leveren. Maar dit leidt natuurlijk ook tot rigiditeit, tot te veel bureaucratie en tot afstand van af de bedoeling. Wat is nou eigenlijk de kern van het werk waar je als professional voor staat? Aan de andere kant zijn er ook organisaties waarin alle individuen hun eigen ding doen en zoveel mogelijk maatwerk, maar dat kan ook leiden tot willekeurig maatwerk. Elk individu doet zijn eigen ding. Uh, en leert daarmee ook niet meer van anderen. Wat doen anderen en hoe, hoe zou het beter kunnen? Die middenweg tussen rigide protocollen en willekeurig maatwerk... daar uh, heeft Jeugdbescherming Amsterdam de afgelopen jaren een vorm voor gevonden. En die zit hem in continue reflectie. En dan ook continue gezamenlijke reflectie. Zodat je enerzijds het beste uit de individuele praktijken naar boven haalt... En ander, maar anderzijds die niet helemaal uh, vastlegt in rigide protocollen. Uh, hoe die continue reflectie nu heeft... Een vorm heeft gekregen en uh, zich heeft ontwikkeld binnen Jeugdbescherming Amsterdam. Daar wil ik jullie in de rest van het videocollege meer over vertellen. In dit deel van het videocollege zal ik vertellen wat we hebben gezien. toen we het veranderingsproces bij Jeugdbescherming Amsterdam volgden. Bij Jeugdbescherming Amsterdam. Was er een transformatie van een meer traditionele, wat bureaucratische organisatie naar een organisatie die echt werkt vanuit de bedoeling? Bij zo'n verandering kom je tegen allerlei knelpunten aan. Dat kunnen persoonlijke uh, barrières zijn, maar ook systeembarrières. Veranderen doet over het algemeen pijn. Wij hebben uh, deze verandering gevolgd en vooral ook gekeken naar tegen wat voor soort knelpunten en kwesties loop je nou aan als je zo'n uh, transformatie uh, doorloopt. Dit kan ook interessant zijn voor andere organisaties die in vergelijkbare processen zitten. We hebben hier de Dynamische Leeragenda voor gebruikt. De dynamische leeragenda is een tool waarmee je op gezette tijden gaat kijken binnen de organisatie. Wat leeft er nou? Hoe ver zijn we eigenlijk af van de beoogde verandering? En wat zijn obstakels om daar dan ook te komen? We hebben met medewerkers in allerlei verschillende settings gesproken over de obstakels die zij tegenkwamen. En ik wil twee voorbeelden geven van terugval naar de oude werkwijze die we zagen in de beginfase van de transformatie. Het eerste voorbeeld is dat de bedoeling was dat gezinsmanagers naar de gezinnen toe gingen in plaats van de gezinnen uitnodigden op kantoor. Het bleek dat gezinsmanagers het heel lastig vonden om daadwerkelijk naar het gezin toe te gaan en daar aan tafel of op de bank samen met het gezin te gaan praten over wat is hier aan de hand en hoe kunnen we de situatie verbeteren. Ze hadden een handelingsverlegenheid en een onervarenheid daarmee. Het tweede voorbeeld is dat er in een, bij het ontwerpen van een nieuwe werkwijze was gekozen voor een nieuwe vorm van rapportage. Uh, het gezinsplan. Het gezinsplan wordt samen met het gezin geschreven. Waar loop je dan tegenaan als gezinsmanager? Wanneer ketenpartners of netwerkpartners. naar wie doorverwijzingen gaan voor, voor, voor hulp voor het gezin. Uh, vragen om hetzelfde verhaal, maar dan in een ander format. Zodat je als gezinsmanager misschien wel tien keer een ander format aan het uh, invullen bent. in plaats van aan het werken met je gezin. De gezinsmanagers kregen dus de opdracht om tegen die netwerkpartners te zeggen: Wij vullen jullie format niet in, je krijgt ons gezinsplan. En dat was heel lastig. Um, ga je je nou aanpassen aan de bestaande structuren... of ga je echt uh, de strijd aan met de bestaande structuren... omdat die niet uh, bijdragen aan het werken vanuit de bedoeling? Sommige gezinsmanagers hadden al eerder oplossingen gevonden... Um, voor dit soort knelpunten dan anderen. Deze verhalen met oplossingen van gezinsmanagers hebben we gefilmd... en die zijn uh, voor iedereen beschikbaar op een intranet uh, genaamd Trends Learning... Uh, waar dus ervaringskennis van gezinsmanagers wordt uitgewisseld om om te gaan met dit soort lastige kwesties. In het volgende deel zal ik nog meer voorbeelden geven. Uh, waarmee we het leerproces uh, in, de, in deze transformatie hebben gestimuleerd. en daarmee continue reflectie binnen de organisatie hebben verankerd. Werken vanuit de bedoeling betekent dat je geen uh, protocollen kunt volgen. Je gaat ook niet allemaal je eigen ding doen, individueel maatwerk. Maar je bent eigenlijk door continue reflectie alsmaar op zoek naar wat is nou eigenlijk ook, ook weer de bedoeling? En hoe relateert dat aan wat mijn volgende stap nu is? Waarop collectieve, collectief leren en het bundelen van kennis binnen de organisatie. En de continue reflectie vorm heeft gekregen bij jeugdbescherming Amsterdam. Het eerste voorbeeld zijn de zogenaamde blauwe doek sessies. In blauwe doek sessies zitten we met een team of met een deel van de organisatie samen en nemen we een bepaalde kwestie bij de kop en gaan we met elkaar verdiepen wat is nou eigenlijk het probleem en ook wat zijn strategieën die we met elkaar al kennen individueel om dit op te lossen. Een voorbeeld is ouders. Die hebben natuurlijk helemaal geen zin in jeugdbescherming in Amsterdam. Dus die zullen je om de tuin willen leiden. Die willen jou zo snel mogelijk weer de deur uitwerken. Uh, dus dit probleem, dit is een voorbeeld van een probleem wat we samen met gezinsmanagers hebben uh, onderzocht. Van wat is nou eigenlijk hier precies gaande? Herkennen jullie dit? Noem eens wat voorbeelden. Maar ook wat voor soort op, wat, in welke vormen uit dat zich? Wat zijn de verschillende manieren waarop ouders jou om de tuin leiden, en ook wat zijn nou succesvolle strategieën om daarmee om te gaan en toch bij de bedoeling te blijven, de kern van het werk: ieder kind blijvend veilig. Het tweede voorbeeld is uh, forumtheater. Bij forumtheaters uh, worden er verschillende scènes gespeeld door acteurs, en na verloop van tijd binnen zo'n scène kan de gezinsmanager de rol van de acteur die de gezinsmanager speelde innemen en gaan uitproberen. Ja, hoe bepaalde uh, vormen, een bepaalde invulling van die rol, hoe dat dan uitpakt. Uh, hoe dat kind dan reageert of hoe die vader reageert. Hierdoor uh, zien andere mensen ook van hé, hey, wat leuk, die gezin, mijn collega doet dat zo. Dat kan ik ook een keer op die manier proberen. Het derde voorbeeld is het voorbeeld van videoreflectie. Bij videoreflectie uh, wordt de uh, professional in actie gefilmd. Dus wanneer die zijn werk uitvoert, in, uh, we zijn begonnen met teammanagers. Teammanagers zijn gefilmd terwijl zij het basisteamoverleg of het casuïstiek overleg voorzitten. En zij hebben daar ook een rolverschuiving in moeten maken, van een uh, expert die, die eigenlijk uiteindelijk de beslissingen neemt, naar een faciliterende rol binnen dat teamoverleg, waarbij dus iedereen gezamenlijk de beslissingen neemt. Dit was een lastig transformatieproces waar videoreflectie in heeft geholpen, doordat teammanagers eigenlijk zijn gefilmd in dat werk. Vervolgens heeft een collega, teammanager, die video helemaal bekeken en becommentarieerd. Wat werkt wel, wat werkt niet? Uh, welke ideeën doe je eigenlijk op als uh, collega, maar ook uh, nou, wat zou eigenlijk beter kunnen. En dat is weer in een groep besproken, waarbij dan ook weer andere experts en directie en andere teammanagers zaten, om dus collectief van elkaar te leren. Uh, hiermee. Um, Wordt eigenlijk werken vanuit de bedoeling verankerd in het, en geïnternaliseerd in het handelen van professionals, van teammanagers, van gezinsmanagers en overige uh, medewerkers. Maar dit is niet, vo, uh, niet voldoende. Zo'n soort werk, werkwijze uh, werkt alleen maar als er binnen de organisatie bepaalde randvoorwaarden zijn. die dit ook extra stimuleren. En daarover zal ik in het volgende deel wat vertellen. Wat zijn nu voorwaarden voor continue reflectie binnen een organisatie? Om continue reflectie eigenlijk te verankeren binnen een organisatie. Uh, is het nodig dat die organisatie daar ook eens op ingericht. Dat het, het primaire proces, hetgene wat je als gezinsmanager bij het gezin doet. om dat kind blijvend veilig te stellen. dat dat wordt ondersteund door de structuren, door de, door de cultuur, door de waarden, door de strategieën. die, die in de wijdere uh, organisatie gelden. En wat je eigenlijk ziet is wat ik dan congruentie noem uh, en congruentie betekent dat de hele organisatie eigenlijk dezelfde kenmerken krijgt als dat primaire proces als gezinsmanager ga je naar uh, de gezinnen toe en werk je echt met de kracht van het gezin binnen de organisatie geldt hetzelfde het management zal niet op een top topdaan manier uh, de organisatie leiden maar zal uh, de kracht van de gezinsmanager van de medewerkers van de teammanagers zoveel mogelijk benutten om Um, om dat proces vorm te geven. In een gezin lever je maatwerk. Je kijkt wat voor dat gezin het beste is om dat kind veilig te stellen. Datzelfde geldt voor de organisatie. Als een bepaalde organisatiestructuur of een overlegorgaan of een uh, systeem niet werkt, dan moet je als organisatie adaptief genoeg zijn om dat aan te passen. Dat hebben we heel duidelijk gezien bij Jeugdbescherming Amsterdam. Uh, en als gezinsmanager reflecteer je op. Wat doe ik nou eigenlijk en werkt het of werkt het niet? Die reflectie en die ruimte voor, voor, voor reflectie, maar ook uh, de fysieke ruimte voor reflectie, zie je ook terug binnen de organisatie. Hetzelfde geldt voor onderzoek. Uh, onderzoek binnen Jeugdbescherming Amsterdam is heel erg verweven met het proces. En uh, kennis en ervaringen, en dus ervaringskennis van medewerkers, wordt gebruikt in het onderzoek. Uh, het gaat er niet om dat wetenschappers van buitenaf met allerlei wetenschappelijke kennis de organisatie inkomen en zeggen: zo zouden jullie het moeten doen. Maar het onderzoeksproces wordt samen met medewerkers vormgegeven, zodat het eigenlijk ook onderdeel vormt uh, van de werkwijze. Omdat het eigenlijk ook die continue reflectie stimuleert. We doen bijvoorbeeld geen effectiviteitsonderzoek bij Jeugdbescherming Amsterdam om te kijken wat is nou eigenlijk het effect van een nieuwe werkwijze. Maar we doen een lerend effectiviteitsonderzoek lef. We hebben gezien waarom continue reflectie nodig is uh, om echt te werken vanuit de bedoeling. Uh, om die middenweg te vinden tussen rigide protocollen en willekeurig maatwerk. Uh, hoe je dat kunt doen door gezamenlijke reflectie, door met elkaar te delen uh, en samen generieke lessen te trekken. Uh, maar ook wat het van de organisatie vraagt. Ik zou u nu de vraag willen stellen, wat van, al, van alles wat ik hier gehoord heb zou ik kunnen gebruiken in mijn eigen organisatie? En wat is daarvoor nodig? Thanks for nice.